na mijn werkkamer gaan, heb ik daar 2 uur gezeten en zei, ondertussen schrijven. Het was toen dat 2 op dat hoofdstuk af was. Toen dacht ik, oké, heb ik naar beneden gegaan, heb wat chips gegeten, heb wat cola gedronken, mijn tanden s'avonds heel goed gepoetst. Maar hij heeft wel geholpen voor het schrijven van dat boek. Voor degenen die zich zorgen maken over Pieter. Maar Pieter gaat het ondertussen prima. Pieter voetbal bij KFC Kesselo. Ondertussen bij de U15 eerste jaar. En hij heeft voorbij zaterdag nog gescoord. Dat is een denk ik. Een beetje een frommel goal, maar dat is goed. Ja, hij ja, heeft ja. Is het 9 na 4? 9, hè? Alleen voet 4, hè. Ja. En in het begin vond hij dat vervelend. Zo, in het begin, als we dan eens op het strand kwamen of zo in een zwembad, dan deed iedereen natuurlijk. En zo. Oh, we hebben met 4 tegen. Maar nu vindt hij dat wel handig. En zo dan af te drogen en zo is dat veel handiger. Ja. Dus, en daar hoort het ook bij als je scheiden bent. Dus, dat is natuurlijk niet zo erg.